Welkom in Apenheul en welkom bij alweer een nieuwe Apennootjes, waarin je alles over apen leert. Vandaag ga ik antwoord vinden op de vraag of apen ook aan hamsteren doen. En daarvoor gaan we als eerste langs bij de berberapen. Gaan jullie mee? Welkom bij de berberapen. Moet je eens even kijken hoe lekker ze aan het eten zijn. Maar wisten jullie dat berberapen ook wangzakken hebben? Die gebruiken ze om hun voedsel in te verstoppen. En waarom doen ze dat nou eigenlijk? Kijk maar eens goed, ze zitten in een groep. En sommigen zijn hoger in rang dan anderen. En als je nou net iemand tegenkomt die lager in rang is dan jij zelf bent, ja, dan moet je toch wel je eten vast ergens verstopt hebben. Anders wordt het van je afgepakt. In Apenheul zijn er nog 3 soorten die wangzakken hebben. Weet jij welke? De leeuwstaartmakaken, de roodkruinmangabees en de loestmeerkatten. Eten in je wangzakken stoppen om het later lekker rustig op te kunnen eten is 1 manier van hamsteren. Maar wat nou als je geen wangzakken hebt? Dan pak je zoveel als je handen kunnen dragen en eet je dat ergens anders op. En als je de leider bent, verzamel je het eten om je heen. Niemand anders die je durft te pakken. Hoewel, het is wel een grappig verhaal, want toen Baobao net in Apenheul kwam, had hij jaren alleen gezeten en kon hij helemaal niet zo goed hamsteren. Als je alleen zit, hoef je je eten niet te delen, dus hij was dat helemaal niet gewend. En de andere gorilla's, die gristen al zijn eten voor zijn neus weg. Dus hij heeft het echt moeten leren hoe hij moest hamsteren. En inmiddels kan hij dat heel goed. En wist je dat orang-oetangs vooral in het wild ook hamsteren? Dat doen ze op een wel heel speciale manier. Door zich te overeten. Ze eten dan veel meer dan ze op dat moment nodig hebben. Zo hebben ze een reserve als er een periode weinig tot helemaal geen eten is. Dus terugkomend op de vraag of apen ook een hamster doen, kan ik dus zeggen ja. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van de 2e Apennootjes. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad en dat jullie de volgende keer ook weer kijken. Dan gaan we het hebben over of apen ook, aan afstand nemen van elkaar doen. Tot de volgende keer!